Het hele concert gaat over de horen van Goden. En eigenlijk, uh, dat vond ik interessant, in het blad Zeus Klassiek hebben we een fantastisch artikel gezien over de solist, Laurens Woudenberg, maar ik begreep, jij kent hem ook persoonlijk Jana? Uh, ja, ik heb met hem gestudeerd, we hebben bij dezelfde docent les gehad. En uh, toen ik ook nog maar net hier bij het Seals Orkest meespeelde, toen kwam Laurens ook een keer meespelen. Dus toen hebben we ook hier uh, samen gespeeld. En dat was een hele leuke ervaring. En het uh, is natuurlijk fantastisch dat we hem nu als uh, solist uh, hebben. Hij is solo van het Concertgebouw Orkest, uh, Zoals net al gezegd, een van de beste orkesten in de wereld. En het uh, is echt een uh, fantastische organist uh, om naar te luisteren. Dus het uh, is heel mooi dat we hem hier uh, te gast hebben. Fijn. En uh, als je kijkt naar, het, uh, uh, naar, naar hem als persoon, hè, want het, het, ik, uh, ik las in dat artikel, even te kijken, uh, dat is natuurlijk wel een beetje het dilemma wat een heleboel uh, 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 muzici hebben, is dat ze denken van ja, ik kan prachtig conservatorium, ik heb heel veel talent maar kan er geen baan mee vinden. En als ik hem lees, heeft hij dus in de zorg uh, veel, uh, veel gewerkt. Hè? Weet je, daar, uh, heb je hem daarin gekend of niet? Uh, nee, dat... Uh, nou, hij vertelt er... Uh, hij vertelt hij uit... heeft er misschien vroeger wel eens iets over verteld, maar uh, eerlijk gezegd uh, nee? is dat te lang geleden voor mij om daar iets over te kunnen vertellen. Uh, maar heeft... het, is een, het is een ontzettend, ontzettend sympathieke jongen, dus... Uh, ik, uh, maar het is wel een beeld ik... natuurlijk, wat je heel veel ziet in het orkest, is dat mensen uh, vanuit hun... Passie en vanuit het mooie wat ze doen, uh, conservatorium gaan doen. Uh, maar daarnaast denken van ja, er moet ook brood op de plank komen en daar dus iets anders gaan doen. En hij heeft, uh, vind ik, wel een hele creatieve oplossing gevonden doordat hij dus ook in de zorg met muziek gewerkt heeft en daar ook zag dat het werkt en uiteindelijk toch gekozen heeft, succesvol dus, uiteindelijk ja. uh, voor, zijn, uh, voor zijn passie. Ja. Ik, uh, ik vind dat we kijken er naar uit om hem, om hem straks uh, te ontmoeten. Ja, Heel veel dank.